Hi. Waar ben je? Ik zie je niet hoor. Waar? Wat heb je aan? Hm. Hoe laat gaan ze open dan? Huh? Burie! Wat doe jij hier? Wat doe jij hier? Nou, ik heb een afspraak met een dame, ze wacht op me. If you look boom, kan de yosheng. Maar het is gewoon een businessgesprek hoor. Zal wel. Maar in een pikimi, wat doe jij hier? Nee, ik ben informatie komen zoeken, maar mijn zitak de man tapu. Maar dat is ook informatie. Dus ik wil met de onderneming starten toch? Aha. Maar ik volg het traject van de overheid. Overheid? Ja, in het tripartiet overleg zijn er afspraken gemaakt om een goed investeringsklimaat te creëren voor burgers die willen gaan ondernemen. Maar hoe gaan ze dat doen? Luister, het Suriname Business Forum en de Suriname Business Center zullen zorgen voor het ontwikkelen van de private sector en het helpen organiseren en uitvoeren van het beleid. Dus wacht even, dus Suriname Business Center en Suriname Business Forum gaan de overheid helpen. Ja, klopt. Dat gebeurt niet vaak hoor, Buri. Buri, even hè. Ik kom. Maar, Buri, alleen je kom. Kom, laten we naar daar gaan. Het waait naar hier. Kom snel. Maar is je van Alentaan toch? Is je van Alentaan? Maar ben je mijn pa dame die? Buri, dan gaat die eerder naar dame. Laten we doorgaan met die informatie. Want dat hoort je bij Jimmy. Ik kom. Even. Buurvrouw, je moet wel snel praten. We waren gestopt bij die Suriname Business Forum en Business Center. Dus die gaan de overheid helpen en dan gaan ze gefinancierd worden. Ja. Heb ik het goed? Klopt, helemaal wat je zei. En vooral met het oog op de offshore olie- en gasontwikkelingen. Hierdoor zullen programma's uitgewerkt worden om het ondernemers... klimaat versneld te verbeteren. Maar je moet wel een beetje sneller praten hoor, buurvrouw. Want ik heb dat iemand finen, Jimmy. Maar ik heb een beetje haast. Wat houden die programma's in? Dus door het geven van vaktechnische opleidingen aan mensen die al werken. Dus Malik Minangayu. Maar ook op het gebied van ondernemerschap en horecatoerisme. Maar welke instanties gaan dat doen? Want dat ben je sabi. Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling. Hier heeft het toch? Ja, SAO. En volgens mij is SAO is voor die vroege schoolverlaters, toch? Klopt. Ze staan volgens mij daar op Geiersvlei. Klopt helemaal. Hoe je gaat daar toe? We zijn even. Wat altijd? Nou, omdat altijd die temitak die mega score af. Buurman. Ja toch? En zijn een van ze. Oké. Zie je, en deze informatie had ik niet. Soort actie de Mandukba. Heb je gehoord van het project van grassroot tot ondernemerschap en micro-ondernemerschap? Grassroot, gras bedoel je? Gras naar gras? Sanati. Van grassroot tot ondernemerschap. Daar trainen ze mensen die alle werk hebben en mensen die geen werk hebben. En micro-ondernemerschap, daar trainen ze mensen met een beperking. Maar... Wacht, maar een van die andere instanties, Stichting Productieve Werkeenheden, zal niet alleen trainingen geven, maar ook startende ondernemers en kleine zelfstandigen begeleiden. Oké, kom begrijpen, Boom. Hoe gaat een startende of kleine zelfstandige ondernemer? Kodak Miwan begin wang chimbedrijf. Hoe ga ik mezelf kunnen financieren? Een risico voor onderneming beginnen. Misabi. Maar de overheid streeft ernaar om aan het eind van het eerste kwartaal in 2022 een paar fondsen op te zetten bij de Nationale Ontwikkelingsbank. Maar het is een big risico daar. Dat iedereen denkt aan toch dat hij. Want te meer wat kan aan de hossel matief me, dat hij mij tegen me tak van. Het is wel een big risico, deze sanarati. Wat? Smokkel! Hey! Werkelijk! Hey! Werkelijk. Hoe gaan ze dat aanpakken als smokkel? Werkelijk, want dat maakt dat veel kleine bedrijven kapot gaan. Maar er komen hervormingen binnen het
douaneapparaat en politieapparaat. Voilà, apparaat dat hier. Apparaat dat hier. Je hebt zeker families daar. Dat je lafou? Of nee, werk je maar. Daar? Werk je daar, buur? Want nee. Ik heb je nooit... Ik weet nooit waar jij werkt. Dat is niet belangrijk. Buri, maar heren, even ernstig weer. A ondernemerschap. Is jouw werkgelegenheid, Jere? Ja, precies. Maar a pistool dat ook je wat realiseren. Want... Amen, amen. Want ik moet echt weg, boy, buurvrouw. Ja, ik moet naar staan. Hé, Hati, no? Hé, Hati. Maar ik ga weg. Ik zie je een andere keer. Maar, buri, het is mijn laatste, Sani. Avondklok. Na demoro. Buurman, ga geen misbruik maken, hè? Boy, samen, no, nee. Maar wel veilig. Is dat toch? Mondkap. Is dat de protocollen toch? Handen wassen. Afstand. En nog iets. Ik ga je ook niet te lang in je ogen aankijken hoor. Ik ben bang voor je. Ga weg, buurie!